In het Friese Zwaagwesteinde woont Frans Zwaagstra. Frans boert op ouderwetse wijze. En sinds kort heeft hij een zielsverwant. Ah. Zie, dit ruikt nog echt die echte boerenlucht, weet je wel? Ja. Dat had je, als je dan bij die boeren kwam en dan kwam je in zo'n schuur en dan rook je dat. En en die varkensboeren, dan had je die keiharde mestlucht van die varkensgier, weet je wel? Ik mag ook dat spek, dat echte, dat spek dat van varken, dat lust ik altijd graag. Ja. Maar als je dan die gier en die mest hebt, dan loopt het water maar om mijn tanden, weet je wel? Ja. Dat heeft iets. Ik op een fiets een boer een landwerkje langs rij en dan ruik ik die dampen van zo'n boerderij. Nou, dan voel ik ook leef. Dat gaat gewoon door je aderen, die mestlucht. Dat heeft echt iets. Ja, maar ja, de kantoormensen, ja, die eten nog van dat moderne koevlees, weet je wel. Nou, als je een koe hebt, nou, die staat er gewoon in de wei. Maar wat een kouwe. Daar zit helemaal geen pit in. Maar als je een varken hebt, weet je, die heeft teten, die druist overal doorheen. Hey, daar zit pit in. Nou, dat zit ook in het vlees. Ja. Ja, dan kun je wat doen. Nou, zo is dat. Tijdens het eten praten jullie niet echt? Ja, ach, dat is maar net, want ik geniet nu nog zo van die lekkere smaak. Ik zat zo net te denken, wat smaakt dit lekker? Dat neemt me zo in beslag. Dan denk je nergens meer aan. Dat is helemaal zo, ja. Ja. Als je zo lekker eten, dan denk je niet aan praten, dan denk je meer, oh, dit is lekker eten. Zo. Ja. Dus ik heb het bad haast ook alweer leeg. En Frans, maar zie, weet je wat dat is? Het is zo, zie, mijn opa die heeft me dat aangeleerd om altijd hard te eten. Want die eet altijd heel hard. Hij eet net als een hazenwindhond. En daar hou ik helemaal niet van. Want als ik eet, dan wil ik ervan genieten hoe lekker dat het is. Ja. Maar daar heeft hij geen kans voor, want dan heeft het al op. Ja.